Het is fantastisch dat het volk in de gelegenheid wordt gesteld om een wakend oog te houden in het hoofdstembureau van Paramaribo in Nis. Dit zei Jennifer van Dijk Silos, voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau, gisteren aan journalisten. Silos vindt het goed, omdat er vanaf het begin veel wantrouwen is geweest. De mensen moeten wel beseffen dat de toestemming die ze hebben om in het NIS te zijn, weer ingetrokken kan worden. Ze roepen ieder op om te begrijpen dat wat hier gebeurt uniek is. En als je goed nadenkt, is het nooit mogelijk geweest. Men moet dankbaar zijn dat men deze kans heeft gehad. En men moet er geen misbruik van maken om te zitten te stoken en op te ruien en de boel onrustig te maken. Ik vond het daarom de actie van de DC om de politie in te schakelen, stond ik helemaal achter. Je kan niet opruien, je kan niet stoken. En iedereen is hyper en iedereen begint hier te gillen. Als er dingen gebeuren, mag je reageren natuurlijk. Ik heb het over niet het incident, want dat snapten ze niet. Ik heb het over de opstokerij die van tijd tot tijd is plaatsgevonden. Silos geeft verder aan dat het volk niet veel langer zal hoeven te wachten op de officiële resultaten van de verkiezingen. Ze zegt dat het de gemeenschap anders te lang in onzekerheid is. Kijk wat hier gebeurt. Iedereen wordt ongeduldig. Dus wij houden er automatisch rekening mee. En wij werken ons te pletter eigenlijk. En daarom, normaliter, had ik al bijna alle componenten al. Had ik onderzoek al gedaan van je list namelijk, wat je moet gaan onderzoeken. En dat is nu nog geen letter op papier gezet. Omdat je hiermee geoccupeerd wordt en mensen die niets begrepen van de wetten zitten aan je oor te kletsen, dan ga je ook even van slag. Dus moet ik me niet meer opwinden daarover en me gewoon focussen op wat te wachten staat. Maar het is gewoon misselijk. Misselijk dat dit gebeurt. Jennifer van Dijk Silos, voorzitter van het OKB. Ze sprak gisteren journalisten toe in het hoofdstembureau van Paramaribo in Nice.